Vanmiddag kreeg Corby voor zijn Amerikaanse vrienden in Amsterdam de KP Lux Alblasprijs voor zijn hele werk. Verslaggever Tonko Dop sprak met hem. Nicolas Cage, dat was een moment op een beach, maar dat is vooral grafisch. Dit is Brian Eno, dat was mijn buurman in Londen. Dus daar heb ik veel mee gefotografeerd ook. Het is Annie Lennox, die woonde, die woonde ook om de hoek. Leuk buurtje. Leuk buurtje, ja, ik ben verhuisd helaas. Ja. Sommige mensen heb ik één keer ontmoet en daarna nooit. En anderen zijn vrienden van mij. Dus, LL Cool J heb ik ook verder nooit gezien. Peter Murphy heb ik een paar keer ontmoet. Bono, I love. Voel jij je op je gemak bij beroemdheden? Ja, ik ben niet echt verlegen, maar ik ben schuchter, zal ik maar zeggen. Maar als ik je vertel met wie ik in een week omga, dan is dat een name-dropping. Omdat ik gewoon, al mijn vrienden zijn eigenlijk beroemd. En dus in principe heb ik daar geen problemen mee. Dat voelt niet anders. Maar als je voor het eerst met een enorme ster moet werken, vind je dat eng? Nee, je moet altijd even aftasten hoe ver je kunt gaan. En, ik ben nu wat bekender, dus zij moet ook even de kat uit de boom kijken. Maar hoe doe je dat als je schuchter bent? Nou, hier zien we wat foto's. En het probleem dat ik altijd heb om iets over foto's te vertellen, is dat ik vind dat het neemt een bepaald iets wat fotografie heeft, een bepaalde kracht van fotografie weg. Omdat je, als je eenmaal weet wat buiten deze foto zit, of hoe deze foto stand is gekomen, je fantasie in een bepaalde richting gestuurd wordt, die veel te direct is, vind ik. En ik vind het mooie van fotografie is dat het je kan laten dromen of dat je er iets mee kan doen. Dit zou bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat dit gemaakt is nadat Marion en ik een nacht hadden geslapen en dit is de volgende ochtend. Of ik zou kunnen zeggen dat het, er waren 5 fotografen bij me, we hadden het allemaal opgezet en uitgelicht. En als je dat soort informatie geeft, dan bekijk je een foto heel anders. Ah. Kleur. Je moet in zo'n song inleven, je moet daar een script bij maken en dan filmen, editen. En het heeft me heel erg geholpen met het denken over visuals. Isabella Rossellini. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van dat ik veel meer nu buiten de muziekwereld ook fotografeer. En het is dankzij de muziekwereld dat ik dat soort mensen nu kan benaderen, omdat ik veel bekender ben geworden. En op hoog niveau modellen en actrices die gaan, en muzici gaan allemaal met elkaar om. Dus die zien wat voor werk ik maak, waardoor het makkelijker is voor mij om aan bepaalde deuren te kloppen.
Zijn acteurs en fotomodellen makkelijker om mee te werken dan met muzici? Nee, veel moeilijker vind ik. Veel moeilijker, veel lastiger. Heel erg gericht, vooral acteurs en actrices. Ik denk dat ze heel erg veel moeite hebben met wie ze eigenlijk zijn. Veel meer dan muzici. En daardoor eigenlijk veel moeite hebben met fotografie. Ze weten niet welke kant ze op willen. Ik ben zelf veel makkelijker geworden. En ik speel nu veel meer met mijn fotografie. Vroeger was ik vrij strak. Ook zelf in mijn persoonlijke benadering tot mensen. En dat werd heel erg weerspiegeld in mijn fotografie. En waardoor ben je veranderd? Drugs. De tentoonstelling van het werk van Anton Corbijn is vanaf vandaag te zien in het Stedelijk Museum van Amsterdam. En dan nog een laatste bericht. Hij rijdt wat econoom.